hardlopen in Zeeland. Zeker na de Tweede Wereldoorlog een geliefde volkssport waarvan we nog wel wat plaatjes hebben. Het is maandag 30 augustus 1948 als we de leden van de Akselse sportvereniging Olympia de veerboot in Perkpolder op zien rennen. Eenmaal aan boord nemen ze bezit van de trappen en de brug en maken zich klaar om te poseren voor de camera. Die ochtend zijn ze vertrokken vanuit het Akselse stadhuis met de bedoeling de volgende dag in Amsterdam aan te komen. Het is geen gewone wedstrijd. Nee, het is een estafette. Om beurten zullen de lopers met deze koker in de hand een stuk van het traject lopen. In de koker een oorkonde die bestemd is voor koningin Wilhelmina, die die week troonsafstand doet. Het is een gebaar van de Akselse bevolking waarmee ze de scheidende vorstin willen bedanken en geluk wensen na 50 jaar trouwe dienst. Iedere loper neemt een stuk van het traject voor zijn of haar rekening, begeleid door enthousiaste Zeeuws-Vlamingen op de fiets. De Olympialeden die al gelopen hebben of dat nog moeten doen, leggen het traject met de bus af. Amsterdam, de volgende ochtend. Twee leden van de vereniging mogen het paleis in om de vorstin de oorkonde te overhandigen. Het zou wel eens dezelfde dag in 1948 kunnen zijn als deze beelden worden opgenomen in Haamstede. Daar hebben ze sinds kort een nieuwe sportvereniging, de Zeemeeuw. Ter gelegenheid van de kroningsfeesten organiseert deze club haar eerste wedstrijd. Het is een bos- en duinloop die start en finisht in het hart van het dorp. Er zijn wedstrijden in verschillende categorieën. Als laatste die dag de heren, 14 deelnemers. Terwijl zij hun meters lopen in de duinen en het bos, zijn de dorpelingen op de ring in afwachting. Aan de kant mensen, de eerste komt eraan. Het is Adrie van der Werf. Dolgelukkig gaat hij de boeken in als winnaar van de eerste clubwedstrijden in Haamstede. Het is bijna 10 jaar later als we de start zien van de Modderoord Cross in Middelburg. Een avondwedstrijd op 14 mei 1957. Een juniorenloop, een eentje voor senioren. Bij de junioren wint Rini Mondeel. Er loopt nogal wat talent rond. Henk J. op de hielen gevolgd door Hans Bostelaar. Beide lid van de Middelburgse sportclub EMM die deze wedstrijden organiseert. Zij doen mee aan de seniorenloop. Ze doen dat op het terrein waar normaal de militairen van de COAC hun veldoefeningen doen. Henk J., Hans Bostelaar, Piet Zwartepoorten. Lopers die dan met regelmaat van de klok voor klinkende overwinningen zorgen. Hetzelfde jaar, 12 oktober 1957. De singelloop in Middelburg. Een klassieker in Zeeland die voert over een deel van de singels en bolwerken. Henk J. is ziek en Hans Bostelaar is ook niet van de partij. Eindelijk kans voor hen die dan altijd tweede en derde zijn. Het is een Belg die er met de eer vandoor gaat. Tweede wordt de Middelburger Piet Zwartepoorten van EMM. Henk J. is die jaren vaak te vinden in de buurt van Middelburg, waar hij alleen of met clubgenoten van EMM zijn trainingen doet. In 1958 splitsen deze atleten zich af van de Middelburgse sportvereniging en richten hun eigen club op, de atletiekvereniging Dynamo. In 1962 nemen we een kijkje op de boulevard van Vlissingen. Even verderop is dan het startschot gevallen voor de internationale boulevardloop. Massaal is de belangstelling. De organisatie is in handen van de Vlissingse sportvereniging Marathon. En oh wee, als in die jaren Henk J. aan de start verschijnt, dan staat de uitslag van tevoren al vast. Hier loopt hij al op kop. Toch krijgt hij die zaterdagmiddag flink tegenstand van zijn club en stadsgenoot Cas Mulder, die lange tijd bij hem in het voetspoor kan blijven. Ten slotte schakelt Cuyé over naar een hogere versnelling en wordt opnieuw onbedreigd winnaar.
De organiserende club Marathon is niet de enige atletiekclub in Vlissingen. Hier zien we de leden van Zeeland Sport in training. Beide clubs zullen later een fusie aangaan en verder lopen onder de naam Atletica. Dat lopers van naam niet alleen van Walcheren komen, kunnen we zien in 1969. In het geel Piet Vonk, lid van de Hulster atletiekvereniging RKHAV. In die tijd niet van het ereschavot weg te denken. Hij behoort tot de landelijke top. In de buitenbaan Piet Vonk. Het nationale kampioenschap op de 10 kilometer in 1975 op Papendal. Nummer 1 die jaren is dan stevast de langharige Jos Hermes, een Nederlander van Europese top. Direct erachter Piet Vonk uit Hulst. Hij wordt die dag door Hermes weliswaar op een ronde gezet, maar zal eindigen als beste van de rest. Nog meer Zeeuws-Vlaams geloop. In dit gewest vindt er in 1970 een gemeentelijke herindeling plaats. En Sluis blijft zelfstandig. Reden voor uitbundige volksfeesten die de geschiedenis in zullen gaan als de zelfstandigheidsfeesten. Een van de programmaonderdelen is een prestatieloop. Een atletiek onderdeel dat in die tijd steeds populairder aan het worden is. Je hoeft niet per se lid van een club te zijn. Wie samen met anderen een lekker stukje wil rennen, is van harte welkom. Jong en oud, rent hier door en rond het zelfstandige Sluis. Eenmaal terug in de stad ligt daar de finish met na afloop voor iedereen een herinneringsvaantje. Dit zogenaamde recreatielopen zal steeds populairder worden. Hetzelfde jaar 1970. Een prestatielopen in Oostkapelle. Liefst 2000 deelnemers zijn er op dit evenement afgekomen. Lekker massaal rennen door de Zeeuwse natuur. Waarbij deelnemen belangrijker is dan winnen. In 1974 wordt Middelburg verrijkt met de komst van het grootwinkelbedrijf Trefcenter. Tot op de dag van vandaag in de volksmond simpelweg aangeduid als Tref. Om de naamsbekendheid van deze onderneming te vergroten, is de directie niks te beroerd om begin jaren 80 een nieuwe hardloopwedstrijd te sponsoren. De Trefcenterloop. Een evenement met verschillende onderdelen. Hoogtepunt is de seniorenloop, die start voor de kloveniersdoelen. Een stratenloop van 25 kilometer door Middelburg en omstreken. Hoe populair deze sport dan wel is, zien we als we onderweg met de camera de honderden lopers langsrijden. Van heinde en verre zijn ze naar Middelburg gekomen om hun krachten te meten. Het zijn de Belgische lopers die er hier in 1982 met de eer van doorgaan. Beste Zeeuw die dag is Huib Dalebout uit Goes. Na hem zullen er nog vele de streep passeren. Allemaal lopers met passie voor rennen door Zeeland.